Burgemeester Hans Verheijen, we zagen u zojuist 3 lintjes uitdelen. Ja, aan 3 raadsleden die langjarig verbonden zijn aan de gemeenteraad van Wijchen. 12 jaar of langer. Wim Lemmers kreeg om die reden een koninklijke onderscheiding. Bea Schouten kreeg er 1. En Gerry Tonen, vanzelfsprekend. Want zij is een van de mensen die het meest lang verbonden is aan de Raad van Wijchen. Als je alles bij elkaar politiek erbij betrekt, zelfs 27 jaar. Maar 20 jaar lang zat zij voor 3 achtereenvolgende partijen in de gemeenteraad van onze gemeente. En het was ook op een of andere manier een hele leuke avond. Ja, nou, afscheid nemen mag ook best mooi zijn en goed zijn en gemoedelijk, hè, vooral ook dat denk ik. Maar ik heb ook wel hier en daar een wat ingehouden traanmoment gezien hoor. Het is uiteindelijk, zoals ik dat net in mijn laatste woorden ook uitsprak, afscheid nemen is ook een beetje sterven. Het is toch afscheid nemen, het is van het moment terugtreden. En een andere toekomst die voor de een misschien wat ongewisser is dan voor de ander, tegemoet gaan. En dat is spannend. En je weet wat je achter je laat. En nou ja, dat kan je ook wat weemoedig stemmen. Spreek met wethouder Mark Wintjes. Mark, Bea Schouten, Gerry Tonen en Wim Lemmers hebben zojuist een lintje ontvangen. Ja. Als je een keuze moest maken tussen 1 van de 3, wat zou je dan tegen diegene zeggen? Ja, dat is bijna onmogelijk. Het zijn gewoon 3 toppers. Je hebt niet voor niks een lintje gekregen. Daar kan je niet eentje of 2 van wegstrepen. Waarbij een ander zijn hele eigen mensen die op hun manier zeg maar een eigenheid gebracht hebben binnen de Wijchense Raad. De Wijchense inwoners vertegenwoordigd hebben op een hele andere wijze. Bea is daar altijd echt wel de vakvrouw in geweest. Direct, altijd scherp. Gerry ook altijd met een kwinkslag, maar ook weer heel authentiek zichzelf. En Wim heeft gewoon op een hele goede manier het Niftrikse belang binnen het CDA, maar ook binnen de gemeenteraten vertegenwoordigd. Dus alle 3 van harte. Spreek met Johan de Kievits, Sociaal Wijchen, Bea Schouten, samen met Gerry Tonen en Wim Lemmers hebben zojuist een lintje ontvangen. Johan, als je een keuze moest maken tussen de 3, welke zou je dan nog een speciaal iets willen zeggen? Nou, ze zijn me alle 3 even lief, maar degene die mij het liefste is Gerry. Ik zit nu 8 jaar in de raad, ik heb al zoveel leuke uitspraken van haar gehoord. Ik heb zo vaak om haar moeten lachen. Maar ik heb ook heel veel diep respect waarop zij als volksvertegenwoordiger altijd opgekomen is. Voor de man met problemen, de vrouw met problemen, de man met de kleine beurs, de vrouw met de kleine beurs. Zij zei, ik kom op voor de arme mensjes. En dat vond ik zo fantastisch. En zo zal ik mij haar altijd herinneren. Ik zie haar elke week nog in de cirkel. Ik ben in de kringloopwinkel, maar de indruk die zij afgelopen 8 jaar heeft gewekt bij mij, die is echt blijvend. En hoe dement ik ook word, Gerry blijf ik bij herinneren. Spreken met Achter Schaap, een vraag aan haar. Gerry Tonen, Bea Schouten en Wim Lemmers hebben zojuist een lintje ontvangen. Als je de keuze moest maken tussen die 3, welke zou je dan kiezen? En diegene nog iets speciaals willen zeggen? Nou, ik kies Gerry Tonen. Ik heb ooit nog bij Gerry in de fractie gezeten. En ik vind Gerry echt een vrouw die het volk vertegenwoordigt. Ze is altijd scherp, niet altijd makkelijk, maar ontzettend veel respect dat je dat zoveel jaren volhoudt. En inderdaad ook in dezelfde trend gewoon continu doorgaat met de politiek. Vind ik echt helemaal super. Alle waardering. We spreken met wethouder Marcel Thijssen. Marcel, Gerry Tonen, Bea Schouten en Wim Lemmers hebben vandaag een lintje gekregen. Als je een keuze zou moeten maken tussen die 3, welke zou je dan kiezen? En wat zou je dan tegen diegene willen zeggen? Dat is een hele moeilijke vraag. En ik ben blij dat ik de keuze niet maak, maar dat ze daar een koning voor hebben. En die heeft gezegd dat ze alle 3 zeker in aanmerking komen voor de onderscheiding. En ik wil ze er alle 3 mee feliciteren. Maar het is denk ik logisch dat als je meer dan 20 jaar samenwerkt met iemand, en dat is dan met Gerry Tonen, en daar lief en leed mee hebt gedeeld, politiek leed en politiek lief, maar ook privé. Het overlijden van Piet Loermans, die destijds in de fractie bij Gerry zat, wat een enorme zware wissel heeft getrokken.
waar we nog op zijn sterfbed politieke zaken aan het regelen waren, omdat Piet dat graag wilde. Dus de lange tijd en de intensiteit, dan, als ik een keus moet maken, dan is het Gerry. Maar ik wil alle drie van harte feliciteren en ze hebben het alle drie van harte verdiend. En ik vond het een mooie avond. We spreken met wethouder Rob Engels. Rob, vandaag hebben Gerry Tonen, Wim Lemmers en Bea Schouten een lintje ontvangen. Als je een keuze moet maken tussen die drie, welke zou je dan kiezen en welke zou je dan iets speciaals willen vertellen? Dat is voor mij heel makkelijk. Mijn keuze zal altijd gaan naar Gerry Tonen. Ik zit met Gerry vanaf 1994 in de raad. En ik ken Gerry van ook daarvoor, van het korfballen. Dat zij bij SNA, dat is het Wiegense Dameskorfbalvereniging, korfballen. En ik stond als scheidsrechter, ik denk dat ik 18 jaar was en laat Gerry 17 was. Een leuke meid, mooie benen en ik mocht daar naar fluiten. Als scheidsrechter, maar ook nog eens een keer op een andere manier. Het zijn momenten die je niet snel kan vergeten. Die vergeet ik niet. En dat waren ook momenten dat Gerry in het veld stond en T. de Kiep, T. Straten als trainer, coach, voorzitter van die vereniging langs de kant. Dus ik heb daar hele positieve beelden bij. Hele positieve. En ik heb Gerry gevolgd. Uiteindelijk zijn we gezamenlijk in die raad gekomen. En ja, Gerry is voor mij een schatje. Ik kan het niet anders zeggen. Ik ben er een beetje verliefd op. En ik kies voor haar. We spreken met Willy Brink, D66. Willy, we hebben zojuist drie mensen een lintje zien krijgen. Ja. Als je een keuze moest maken tussen die drie, welke zou je er dan uitpikken? We praten over Bea Schouten, Gerry Tonen en Wim Lemmers. En waarom? Nou, ik gun alle drie gun ik het lintje van harte. Maar als ik een keuze moet maken wie ik het meeste gun, is het natuurlijk Gerry. Gerry Tonen, ja, die heeft, als je kijkt wat dat een raarstad is geweest, echt een kanjer. En hoe die zeg maar de Wiegense burger en de Wiegense gewone mens heeft vertegenwoordigd. Nou, dat is petje af zoals hij dat gedaan heeft. Met een kwinkslag heeft zich echt 20 jaar het schompers gewerkt om voor iedereen op te komen. En daarnaast ook nog heel veel andere sociale activiteiten daarnaast. De kringloopwinkel, van alles en nog wat. Ik vind dat zij het lintje dubbelend was verdiend. We spreken met de 51-jarige Bea Schouten die vandaag een lintje kreeg. Bea, wat denk je dan? Dan denk je wel, heel eervol. Maar ook wel wat ongemakkelijk voelt het voor mij. Omdat ik zelf, als ik een beetje een beeld heb, je krijgt dat aan het einde van een lange carrière van heel veel vrijwilligerswerk. En ik heb gelukkig ook wel heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Maar mijn carrière is nog niet zo heel lang. Ik wil hem nog wel wat langer maken. Maar het is heel eervol. En het is inderdaad ook wel, je krijgt voor het raadswerk. En ja, die 12 jaar heb ik me ook wel met hart en ziel ingezet. Dus ik ben er wel heel blij mee. Wat ga je nu doen? Nou, nu ga ik wat meer avonden wat rustig aan doen. Ik heb een drukke baan, dus daar ben ik veel in ieder geval overdag mee weg. En ik wil eigenlijk graag wat meer creatiefs gaan doen. Ik sport graag en ik, voordat ik in de raad zat, was ik lid van een toneelvereniging. Nou, ik denk niet dat ik dat nu direct weer ga doen, maar ik zit wel te denken om bijvoorbeeld een djembe-cursus te gaan doen. Die heb ik staan thuis en nooit iets mee gedaan. Dus een keer wat anders, wat meer zeg maar lijf- en hartdingen dan dat ik met mijn hoofd bezig ben. Wim Lemmers van het CDA heeft zojuist een lintje ontvangen. Wim, wat doet het met je? Ja, het was voor mij een complete verrassing, want ik had er helemaal niet één seconde bij stilgestaan. Ja, dat gebeurt niet zo vaak, hè? Nee, dat gebeurt eigenlijk niet vaak, want ik geloof dat ik nou de vierde in Eftrik ben die een lintje kreeg, dat ik weet tenminste. Dus dat was een complete verrassing. Ik ben er echt dankbaar voor, ik vind het mooi. Het is toch een waardering voor hetgeen wat je al die tijd gedaan hebt. Eerst in de commissie en toen in de gemeenteraad. Ja. Heb je het altijd met veel plezier gedaan? Altijd met veel plezier naartoe gereden. Het maakt er niet uit waar naartoe. We hebben altijd keihard gewerkt in de fracties. En met het bestuur altijd goed overweg kunnen. Nee, echt hoor, die tijd is gevlogen. Echt hoor. We waren 16 prachtige jaren. En die gaan vergeten. Maar ja, er is een tijd gekomen en er is een tijd vergaan. En de tijd vergaan is nu gekomen. En als je dan zo weg kunt gewoon met een prachtige onderscheiding, dan ben ik trots op. Echt. Ben ik ook. En daar mag je ook voor. Ja. Wat zegt u? Daar mag je ook zijn. Ja. Ja, en daar ben ik ook echt. Ik zal het ook heel waarderen ook. Bedankt. We spreken met Gerry Tonen en vragen aan haar. Gerry, dan krijg je vanavond een lintje. Ja, wat denk je dan?
ja, heel, ja, ik heb zoiets van, heb ik dat dan verdiend? Jij dacht van niet. Ja, ik weet niet, als raadslid ga je een bepaalde functie aan, zelf, vrijwillig. En dan, ja, dan vind ik het toch apart dat je daar een lintje voor krijgt. Want dan denk ik, er zijn zoveel mensen die 24 uur per dag hun zieke kind of man of ouders verzorgen, dag in, dag uit, die verdienen ook een lintje. Dus ik zit er altijd een beetje dubbel in van, oké, ik heb mijn raadswerk gedaan, ik ben er ook nog voor betaald. En dan krijg ik nog een lintje. Ja. Maar dan wordt dat lintje opgespeld en je krijgt applaus. Verandert er dan iets? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk heb ik dan nog zoiets van, heb ik hem echt verdiend? Dus ja, heel apart. Heel apart. En ook niet als je hoort mensen praten over hetgeen wat jij betekend heeft voor de gemeenschap. Ook dan niet? Nee, weet je, het is voor mij allemaal zo vanzelfsprekend wat ik heb gedaan. Ik zie dat niet als dat ik een of ander apart figuur ben in de Wiegense samenleving. Ja, wat ik doe, dat kom gewoon van harte en dat zit gewoon in mij. Dus ik zie dit niet als een aparte prestatie waar ik veel beloond hoef te worden. Het is wel zo, anderen zien dat wel zo. En ja, dat vind ik ook wel heel erg mooi natuurlijk. Maar het is wel leuk, dus het is alleen maar leuk. Het is wel leuk, maar als het niet zo was geweest, dan had ik er ook niet van wakker gelegen.